Yo, Nintendo fans, Pokémon Unite. Jullie willen het al eigenlijk vanaf de release zien op mijn kanaal. Dus, eindelijk, Rick. Dat was een nepnieuws. Ik ga eindelijk Pokémon Unite spelen. Of nou ja, ik heb het al heel veel gespeeld. Zoals je ziet ben ik al level 13 namelijk. En we gaan even lekker een potje doen. Dus doe je duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En laat even in de reactie achter wie jouw main is. Met wie speel jij het liefste? Ik denk dat veel van jullie Zeraora gaan zeggen, of niet? Zelf speel ik ook het liefst met Zeraora of Alolan Ninetales. Dus hopelijk is één van die twee nog beschikbaar. Even checken. Ja, Zeraora is al gepakt. Nou, dan neem ik Alolan Ninetales hier. En ik speel Alolan Ninetales met de eject button. Deze drie items. En ik gebruik altijd Dazzling Gleam en Aurora Veil. Iedereen uit mijn team speelt met Potion. Dat betekent niet veel goed. Dus dan denk ik dat ik met heel veel beginners speel. Op zich hebben we best wel een goed team. Goed gebalanceerd. Twee tanks. Namelijk Snorlax en Slowbro. Venusaur en Alolan Ninetales kunnen van een afstandje aanvallen. En Zeraora is voor de close attacks. Nou is het de bedoeling dat er twee naar de bovenkant gaan. Twee naar de onderkant en eentje in het midden. En degene die eigenlijk het sterkst is, die moet naar het midden. Dus dat is in dit geval Zeraora. Die moet lekker eigenlijk naar het midden toe gaan. Ja, dat gaat... Nee, dat gaat hij niet. Jongen, ga naar het midden, Zeraora. Ga naar het midden. Ja, goed zo. Hij gaat eindelijk naar het midden. Ja, en dan moet je eigenlijk gewoon proberen om zo snel mogelijk deze eye-pompies te slopen. En alle andere enemies te slopen. Dus dat gaan we doen. Ik moet heel snel levelen. Snorlax moet heel snel levelen. Snorlax is al level 3, jongen. Deze gast gaat keihard. Snorlax. Snorlax, geef mij even iets. Oké, okay, ik moet proberen om deze te pakken. Corphish of zo, toch? Dit is toch Corphish? Of heet die nog? Heet die anders? Ik weet het eigenlijk niet. Dus even kijken tegen welke enemies we spelen. Daar zijn de enemies. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze lopen heel erg, ja, eigenlijk best wel ver achter. Hallo? Wat doen jullie? Komen jullie op ons af? Ja, helemaal prima. Dat is helemaal goed, maar dan gaan we jullie wel even kapot maken, denk ik, jongens. Ik denk niet dat jullie dit gaan redden. Wow, wat? Hoe scoort die Charmander? Wat? Waarom leeft hij nog? Ga eens kapot, jongen. Oh man, dat duurde echt veel te lang. Dat ging bij mij niet heel erg lekker. Ik ga snel even mijn puntjes scoren, denk ik. 8 puntjes. Hatsenflatsie. En dan snel deze Vespiqueens en combi's kapot maken. Want je moet zoveel mogelijk van dit soort vijanden eigenlijk slopen. Oké, okay, ik heb last van een Gastly. Waarom is iedereen opeens hier? Waarom is Bulbasaur en Zeraora hier? Ga naar beneden, jongens. Waarom zijn jullie allemaal hier? Dat is niet oké. Okay. Dat slaat echt helemaal nergens op. Jullie hoeven hier helemaal niet te zijn, jongen. Ga weg. Ga weg. Mag ik scoren? Ik wil scoren, dankjewel. Maar alleen Slowbro is nu nog beneden. Waarom is iedereen hier en niemand beneden? Kijk, dit is dus al niet oké, okay, hè? Kijk, Lucario gaat nu naar beneden. Die gaat gewoon scoren, denk ik, bij Slowbro. Ik ga even onze Slowpoke even proberen te verdedigen. Ja, want ja, we moeten toch even... Ik moet toch beneden even helpen, denk ik. Oké. Ja. Kijk, Lucario is hier nu. Hallo, Lucariootje. Hallo, Lucariootje. Ga eens kapot, jongen. Ik ga hem niet te veel pushen, denk ik. Ik ga hem niet te veel pushen, want Lucario is best wel sterk. Dus ik ga maar gewoon even terug. Ik ga even Snowslope ook proberen te helpen met deze gast. En dan kan ik nu Aurora Veil gaan gebruiken. Super chill. Gaan we doen. Ik hoop dat we dit potje gaan winnen. Want nu gaat het boven weer niet goed. Ja, ik dacht al dat ik met niet zulke hele goede medespelers speelde eigenlijk. Dus er zijn allemaal struggles overal. Oké, Snorlax boven doet het wel goed. Dat is lekker. Even hier wat puntjes pakken. Eventjes deze Lucario proberen te verwijderen. Dat lukt niet echt, moet ik zeggen. Dat lukt nu wel, denk ik. Lucario, ja, je gaat kapot, jongen. Je gaat kapot. Je gaat kapot. Je gaat kapot. Lekker. Oké, okay, dan ga ik nu proberen te scoren. Want blijkbaar is hier alleen Lucario van hun. Lucario staat hier ook lekker alleen. Is er al een Dreadnought? Er is een Dreadnought. Maar die kan ik denk ik niet alleen pakken. Hopelijk gaat deze Ivysaur beneden mij even helpen. Dat zou wel lekker zijn. Eigenlijk. Ivysaur! Kom me helpen! Kom me helpen, Ivysaur! Help me! Kom, snel! Lekker, maak hem kapot. Want Dreadnought geeft namelijk XP en een schild. Dus dat is wat je wil. Kunnen we misschien niet deze Lucario weer kapot maken? Of niet? Nou, laat maar gaan. Hij komt straks vanzelf wel, denk ik. Misschien dat we het samen met Zeraora kunnen doen. Let's go. Ja, met Zeraora gaat het wel lukken. Want die is een aanvaller. Kom op, Zeraora, pak hem. Maak hem kapot. Oké, je gaat scoren. Helemaal goed, dan ga ik ook scoren.
En dan nu gaan we hem kapot maken, toch, jongens? Ja, lekker! Lekker bezig, teampie. Oké, we moeten uitkijken, denk ik, nu wel voor die Hunter. Kijk, die gaat nu zijn heksaanval doen. En die is best wel velend. Maar samen fixen we dit wel. Lekker, jongens. Lekker team. Lekker. Boven gaat het ook goed. Snorlax heeft 40 puntjes, zo te zien. Ik weet niet waar die Audino naartoe ging, trouwens. Maar oké. Ik heb mijn ult trouwens ook ready. Dus dat is helemaal mooi. Gaan we hier weer lekker XP farmen. Met deze combi's en die Vespi Queen. Helemaal chill. Lekker. En dan gaan we daarna eens eventjes, denk ik... Maar eventjes wat HP terugpakken. Oh, ik doe mijn ult. Ik deed echt zwaar de verkeerde knop. Zwaar de verkeerde knop. Wat suf. Oh, dit is heel slecht. Dit is heel slecht. Oh, dit is echt super slecht gespeeld. Kan ik nog? Ja, ik kan nog. Ze gaan wel scoren nu, denk ik. Ze gaan inderdaad keihard scoren. Ik ga die Hunter wel even slopen. Oké, komt iemand mij helpen? Komt iemand mij helpen? Lucario kapot maken. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, die gaat kapot. Die gaat kapot. Heerlijk, heerlijk. Oké, niemand hoeft mij te helpen. Ik doe het wel alleen. Oh, ik heb mijn ult net zo verpest. Dat is zo jammer. Ik heb even kijken of ik 25 puntjes kan scoren. Zou lekker zijn. Ja, 20 puntjes zijn er trouwens. Niet 25. In de laatste 2 minuten heb je trouwens altijd dubbele punten. Dus we moeten maar even gewoon gaan kijken of we die dubbele punten straks ook kunnen fixen. Niemand kon mij echt helpen, denk ik, hier met Dreadnought. Dus ik ben een beetje bang dat ik eigenlijk dit nu voor het enemy team aan het doen ben. Laten we hopen dat dit goed gaat. Oké, hij begint lekker aan te vallen, deze gek. Hou op, niet mij aanvallen, jongen. Ja, ik moet heel even terug. Ga ik straks wel even verder met die Dreadnought. Ik ben gewoon helemaal alleen hier trouwens, hè, de hele tijd. Ik weet niet of mensen het doorhebben. Maar ik ben de hele tijd gewoon alleen hier alles aan het doen. Onze Zero Aura was kapot en onze Slowbro was kapot. Oh, nu kan ik weer opnieuw beginnen. Ja, lekker chill. Zero Aura, kom me helpen, vriend. Kom me helpen met Dreadnought. Kom me helpen met Dreadnought. Kom nou. Ja, top. Dankjewel. Dankjewel. Top. Want dit gaat dus allemaal bonus XP opleveren. En dat wil je hebben. Dat wil je heel graag hebben. En een schildje. Dus dat is lekker. Ik ben inmiddels level 11. Dat is eigenlijk wel dikke prima voor deze fase in de game, denk ik. Onze Venusaur heeft er even 2 gesloopt. We hebben volgens mij een Slowbro die AFK is. Dus we spelen nog met een man minder ook. Lekker dan. Lekker dan. Ik weet niet waar het enemy team mee bezig is hoor, jongens. Volgens mij is het enemy team echt heel slecht. Als wij zelfs nog winnen met iemand die AFK is, dan ja, is dat niet best. Even die Gengar, jongens. Gengar, Gengar. Kom op, kom op, kom op. Ik heb mijn ult met weet ik wat. Alles. Ja, lekker Zero Aura. Heerlijk gedaan. Lucario komt eraan. Ik ga wel eventjes weg van Lucario, denk ik. Zero Aura, kan je het zelf fixen? Ja, je kan het zelf fixen. Ik kom je wel even helpen dan, oké? Je hebt mijn hulp toch wel nodig, denk ik. Je hebt mijn hulp toch wel nodig, denk ik. Yes! Yes! Ik ben bijna dood, trouwens. Ik ga eventjes terug healen. En dat ga ik gewoon op de base doen. Ik had beter even in het gras kunnen schuilen, denk ik. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Ik ga even naar boven, want onze... Venusaur heeft het heel moeilijk daar. Venusaur heeft 50 puntjes bij zich. Ik ga heel even dit punt verdedigen hier. Deze Ninetales staat hier gewoon even niks te doen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Gewoon letterlijk niks. En ik weet ook niet wat deze... Waarom? 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 Zeg maar. Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom kunnen zij alsnog scoren? Als ik... Ja, omdat waarschijnlijk net... Die Rotom daar was. Oh, wat naar. Nou, ik heb ze wel genakt in ieder geval. Dat dan weer wel. Even kijken even of ik door kan lopen om de punten te scoren. Nee, eigenlijk moet ik wachten, want dan heb ik dubbele punten. Snorlax, we gaan wachten, hè. We gaan even wachten. Tot er 2 minuten zijn op de klok en dan gaan we scoren, want dan krijgen we dubbele punten. Nu krijgen we dubbele punten. Dus hoppakee, in plaats van 26 is dat gewoon 52 punten. Super chill. Huntertje kapot maken, Gengartje kapot maken. Bedoel ik, lekker. Venusaur kapot maken. Ik heb het idee dat we tegen bot spelen, maar dat boeit helemaal niks, want ik wil gewoon winnen. Oh man. Wat een slecht enemy team is dit. Dit is echt ongelofelijk. Nou, dit zijn wel makkelijke potjes om te winnen. Ik zie wel dat die Charizard aan het scoren is onderin. En even kijken wat iedereen aan het doen is. Ik zie dat Lucario hier bezig is. Die Lucario die moeten we eens even kapot maken. We kunnen het beste de Zapdos gewoon laten. We kunnen die het beste niet kapot proberen te maken. En dan maar wel proberen om deze Charizard kapot te maken.
Die gaat wel kapot, denk ik. Die is zeker kapot. Bovenin bij Zerora doet Alolan Nidos nog even moeilijk bij die Zapdos. Blijkbaar willen we toch de Zapdos. Oké, dan pakken we toch de Zapdos. En dan gaan we gewoon... We gaan dit zo hard winnen, jongens. We gaan dit zo hard winnen. Nou, dit is een lekker eerste Pokémon Unite videootje voor jullie. Maar het is wel echt een veel te makkelijk potje dit. We hebben ze helemaal gesloopt. Helemaal kapot gemaakt. Maar ja, prima. Prima. Nog even scoren? Tuurlijk. Tuurlijk, nog even 58 punten scoren. Ja joh, waarom ook niet? Dit slaat helemaal nergens op. We staan ze gewoon te spawn killen terwijl we een AFK hier hebben. Onze Slowbro die doet gewoon niks. Ja. En ondertussen kunnen wij hier gewoon iedereen kapot maken. Ja, simpel als dat. Simpel als dat. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Ze zijn in ieder geval niet goed bezig. Daar komt Gengar of Hunter of weet ik veel. Gengar, Hunter, Venusaur, combo. Helemaal prima. En die gaat ook nog kapot. Ja. 933 punten. Zoveel punten heb ik letterlijk nog nooit gehad in een Pokémon Unite potje. Bijna 1000 punten. Zijn we de MVP? Ah, we zijn niet de MVP, maar we hebben wel 248 punten. We hebben ze helemaal kapot gemaakt met een man minder. Als je meer van dit wil zien, doe een duimpje omhoog. En dan probeer ik dat het volgende potje misschien iets spannender gaat worden. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!